In Biet reizig je ik viskend draf Friesland. Ik tref bekende Friezen om te jaren te visken en we hebben om te gaan naar haar Frieske roots. Deze week ben ik op paard met Dennis Wiersma, minister van Basis en Voortzet Onderwijs. Hij neemt me mee naar het Friesje van zijn jeugd. Wie beziek je een bijzonder hoes. En dat is allemaal in dit huis. En dat is wel heel mooi. En hebben we Biet, om de IJse IJsinga stritten. Biet. Nou ja, zeg. Down in old South of Kentucky, there's a man everybody knows. Spends his days in a muddy. Ik ben onderwijs naar het centrum van Friesje voor een visdij met VVD-politicus en minister van Onderwijs Dennis Wiersma. Via aansprutsen onder de grijft, dicht bij ons visstek van Joert. Heer Wiersma, goeiemiddag. Ja, hallo. Goeie. Goeiedag. Welkom. Ja, bedankt. Friesje, lang geleden dat jullie best binnen? Nee, ik ben toch 2 weken geleden, denk ik nog. Okay. Ik kom hier best wel vaak. En mijn vader woont hier en... We hebben kinderen, dus die vinden het ook leuk om af en toe op de kinderen te passen, een weekendje logeren. Dus ik kom hier nog best wel vaak. En vroeger kwam ik hier ook heel vaak, op dit hoekje natuurlijk. Je hoort dan geef iets heel unieks dan. Ik had pangeltjes mee. Ja. En Friesje had prachtig mooie grijven. Dus ik hou jou een hengeltje en dan geven we daar een mooi visstekje zie ik. Nou, gaan we proberen. Je hebt zin dat we wat mooie vondstjes vangen kunnen. Ja. Ja? Geef de kant op. Gaan we doen. Mooi. Het is een prachtig plakje hier, hè? Ja. Ja, het is echt heel mooi. Ook wel heel rustig eigenlijk. Mooi grijft, Jessa. Die pompen blijven. Ja, dan moet je met de auto een beetje oppassen. Ja, dat klopt. Een grote schuur, daar stonden wel eens auto's van mensen. Dat is ook altijd de auto van de Chinees daar. Oh. En die is hier wel eens met een dikke BMW in de gracht beland. I'm a stone's throw from the mill. And I'm a good walk to Dennis en ik meiden dus visk aankleren in het midden van Friesje. Wie ging je het visje op wietvisk met de verse stok? Hoe diep is die? De maat komt op een waaiem. Ja. Een dobberke, dat is de oppervlakte. Dat is het is net dieper als een hele meter. Ja. We smieten hem in. Ja. Perfect. Dat is hier een prachtige visje, hè, onder ja, de grijften van Friesje. Wat, ja, wat betreurt Friesje voor die? Ik vond het vroeger al best wel een leuk stadje, maar als je er ook niet meer woont en je komt af en toe terug, dan merk je eigenlijk hoe leuk je het eigenlijk vond. Want het is een rustig stadje, maar er zit ook heel veel geschiedenis aan vast. Mijn hele familie komt hier eigenlijk wel vandaan. En wat wist vroeger van Ben? Ja, ik was eigenlijk best wel een verlegen jongetje, denk ik eigenlijk. Ik was het jongetje, ik weet nog wel dat mijn moeder altijd vertelt, dat de juf dan zei, nou, van die Dennis kunnen er wel 30 in de klas. En dat mijn moeder dan zei, dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Want ik was thuis tegenovergesteld van in klas. Dus volgens mij was ik bij anderen best een leuk jochie. Maar thuis was ik dan weer een beetje ingewikkeld. Wie Olde of Tolde toen in Aarde skieren kwam? Ja. Hoe wie dat van jou? Ik weet niet meer precies hoe dat allemaal was. Ik weet alleen nog wel dat het best wel... Een hele gekke tijd was. Daarvoor deden we als gezin altijd heel veel samen. Volgens mij echt heel... knus, fijn gezin. En daarna was het helemaal weg. En dat eigenlijk, ja, daar heb ik... Op dat moment had je daar niet zo last van, want het is zoals het is. Maar achteraf heb ik daar wel veel dingen aan gemist. Dus ik ging bij mijn moeder wonen, mijn zusje bij mijn vader. Dat was al gek. Dus we zagen elkaar af en toe alleen in het weekend. En ook echt die band met je vader, die is er eigenlijk ook niet. Hè? Dus zoals dit vissen. Ik heb niet zoveel met vissen, want daar ging het dan. Ik deed dat niet met mijn vader. Dus ik was altijd bij mijn moeder. Had hij jouw farmen in de zin van, nou, dat je nou steen, wij steen, trouw misschien wat je mij maken? Ha? Ja, maar dat is natuurlijk bij iedereen, bij alles. Hè? Dus er zijn natuurlijk heel veel omstandigheden die opeens met je even aan de haal gaan. Waardoor je even helemaal in de war bent. En dat maakt ook uit voor of je dan zin hebt om te leren, naar school te gaan. Ik had toen even geen zin. Als er dan weer een goede leraar is die dat ziet, een arm om je heen slaat, je helpt om eigenlijk weer bovenop te komen, dat werkte bij mij toch ook wel weer. Dus daardoor was school wel zo'n plek waar je dan eigenlijk je wel fijn voelde, waar dat thuis misschien op dat moment niet altijd zo was. En dat is voor heel veel kinderen, leerlingen denk ik nu ook zo. Er kan allerlei dingen zijn waarom het even moeilijk is. Ik denk dat met corona zag je dat ook, was het moeilijk. Maar juist, je kon toen niet naar school. En toen zag je pas hoe belangrijk die school is. En dat was het voor mij ook wel. Dus daardoor...
kon ik het ook wel de goede dingen mee doen met zo'n moment in je leven als je 12 bent. Ja, Piet. Dit is een grote. Ja, een hele grote. Deze is wel een meter. Nou, geen meter, maar deze moet wel even het scapnetje eruit halen. En wat is dit voor vis? Een koolblij. Ik help wel even mee, even voor het gevoel. Even kijken. Moet hij er zo... Ja, geweldig. Oké. Okay. Hartstikke mooi. En dan omhoog. Dan mij eromheen. Ja. Dan pak ik het net zo. Dat er net op steen. Lees hij is wel rustig. Hij is heel mooi rustig. Ja, is rustig. Een koolblij. Ja. Mooi visje. Ja, mooi visje. We gaan hem gauw even omzetten. Ja. Nou. Laat er even weten dat we weer in het wetten uit. Ja, daar ga je. Colorado Rocky Mountain morning, fat irons flashing in the sun. Wie hel je de angels in om naar een bijzonder plak en inspiratiebron van Dennis te gaan? Het IJse IJsinga Planetarium. Hier zijn we, maar we naar binnen. Hier, hè? Ja, hier is. Nou, maar we die... De ingang is uit, hè? De vishengel nog even boetel hit of net. In zondje 44 hing het Friesland het eind der tieren terug een voorsissing dat de eerder uit zijn baan slingend wurzel. Zakenman en amateur-astronoom IJse IJsinga berekent dat dit net kan en bouwt in zijn huis in Frenzier een planetarium, zodat Elsen hier zelf zien kan hoe het zinnenstel werkt. Mooi, hè? Ja. Maar die is hartstikke mooi, maar wat doen we hier? Nou, dit is het planetarium. En dat is het huis, letterlijk, waar één iemand met een groot doel dacht... ik ga meer willen weten over hoe de zon, het sterrenstelsel, hoe dat werkt. En dat ga ik in mijn eigen huis gewoon doen. Ik ga in mijn bedstee dat helemaal op het plafond tekenen. En dat is nu honderden jaren later nog steeds werkend. Dus hij heeft iets... wat in die tijd was natuurlijk heel weinig nog, was heel veel ook niet. Hè. Er was geen computer of internet. Hij had een idee en dat heeft hij verwezenlijkt. En dat is allemaal in dit huis. En dat is wel heel mooi. Er komen mensen van heinde en ver hier naartoe. Dus het is ook voor Vraneker heel belangrijk. Maar het is in die zin ook voor alle kennis die we hebben belangrijk. En ook wel een symbool van hoeveel je met kennis en ja, ik ben van onderwijs, dus goed onderwijs, wat je daarmee uiteindelijk allemaal als mens kan realiseren. Van kan leren en de wereld misschien wel slimmer en ook wel mooier kan maken. Dus onderwijs is de plek waar het voor jezelf begint, maar waarmee je ook eigenlijk samen ook Nederland mooier gaat maken. Wie litte het planetarium achter ons en ging waarom naar uw stek onder de graaf om verder te visken. Get myself back to Colorado for the Rocky Mountain. En op welke leeftijd of welk moment in die leven heeft zij iets van, nou, ik wil de politiek in? Eigenlijk, zoals wat ik nu doe, politiek, dat was niet wat ik al van jongs af aan dacht, dat gaat het worden. We hadden thuis niet over politiek, dat speelde bij ons geen rol. Nee, ik weet niet eens of mijn ouders wel stemden. Ze zeiden eigenlijk altijd, of je nou stemt of niet stemt, of je nou links of rechts bent. Dan zeiden ze het niet zo heel aardig, maar... Wurst toch night, zei ze dan. Dus er was niet zoveel vertrouwen in politiek. Mijn moeder had geen werk, die was arbeidsongeschikt. En dacht ik, ja, hoe kan dat nou eigenlijk? En hoe kan ze nou wel weer werk krijgen? En dat was toen de tijd dat Pim Fortuyn opkwam. En toen vond ik het interessant om op tv naar een debat te kijken. Dat deden we daarvoor niet. Hoe hij dat allemaal bedacht, vond ik opeens interessant om over politiek na te denken. Dus toen begon het een klein beetje. Okay. Maar dan ga je vooral nadenken, wat vind ik nou eigenlijk zelf van heel veel dingen? En heel veel dingen dacht ik tot die tijd van, dat weet ik eigenlijk niet, het is allemaal wel. En daardoor ga je dan een beetje nadenken wat je wel van dingen vindt. En krijg je er ook wat meer mening over. Maar toen begon een beetje het politieke. Ja, ben je Dennis? Alweer? Waarom komen ze uit bij jou? Tje, oeh, dat is mooi. Hè? Nou ja, zeg. Dat is mooi, hè? Zie, ik moet dus meer oefenen, dat is duidelijk. Zo, hé. Pak hem even met het scapnetje eruit. Ja! Zie je er zo'n? Nou, 2-0 staat het al. Kijk eens.
Sjerre zongen in blank voor. Oh ja. Is dan een prachtig mooi feestje al net. Nou, we zijn goed bezig. Had er een mooie zachte landing. Ja. Hier. Kijk eens. Daar gaat hij weer. Weer een mooie dag. Nieuwe week in Beat. Elske de Wallen. Zien in mijn mooi naar Harf in Waarden. Goeie.